Tijd voor de transfer en het is vandaag die van Geert Smets. Sinds een jaar of vijf heeft hij tijdens de winter geen gebrek meer aan vitamine D, want hij woont in het zuiden van Spanje en daar is het in de winter ook zacht en meestal zonnig. Goedemorgen Geert. Goedemorgen Alexander en alle luisteraars. Vereerst wil ik nog even zeggen dat ik maar de laatste twee jaar vertoef in Spanje. Voordien heb ik nog altijd gewerkt als arts en heb ik ook wat voor Azul gewerkt. Ja, toen gingen vaak over en weer natuurlijk hè, naar Spanje toe. Hè? Ja, waar woon je precies trouwens? In San Miguel de Salinas. Dat is een beetje onder Torrevieja en een stukje onder Alicante. Ja, dat weten de mensen meestal. En valt dat onder de regio Murcia of is dat nog Alicante? Dat is nog juist Alicante. Een 10 kilometer naar onderaan zitten we in de provincie Murcia. Ja. Je zei daarnet al dat je als dokter hebt gewerkt, heel erg lang. Huisarts, hoe lang heb je dat gedaan? Ja, ik ben 14 jaar huisarts geweest in Mijlen. Hè. En daarna ben ik nog 14 jaar bedrijfsarts geweest in Nederland. Maar dan reis ik op en neer vanuit Brasschaat naar Nederland. Ja. En wat heeft je dan uiteindelijk doen besluiten om te stoppen, Geert, als huisarts? Ja, dat zijn heel waarin. Ik ga ze eventjes opnoemen. Het is een heel verhaaltje eigenlijk wel. En mijn vader zaliger, die is op 51-jarige leeftijd plots gestorven. Waarschijnlijk ten gevolge van een erfelijke hartaandoening. Ja, en dit heeft een enorme impact op mij gehad. Hij was ook huisarts in mij. Hij heeft altijd dag en nacht gewerkt eigenlijk. Ja, en vanuit preventieve redenen heb ik dan ook gezegd op een bepaald moment van ja, ik moet misschien toch wel iets anders gaan doen. Het waren werkweken van gemiddeld toch wel zeker 90 uur per week, ja. Standaard. Dus minder dan eerder een uitzondering. Dan bovendien, de administratieve belasting werd steeds meer en meer. Toch ook een beetje weinig begrip en steun van de overheid. Ja. En dan daarna ben ik dan als bedrijfsarts gaan werken in Nederland, waar ik dan in een spanningsveld tussen werkgever en werknemer kwam. Ja, en ik werd toch altijd geconfronteerd met mensen met minder goede zaken, met slecht nieuws, kanker, ernstige ziekten en dergelijke meer. Ja, en dat weegt mentaal ook. Tuurlijk. En dan je papa die zo vroeg is overleden natuurlijk en jij dacht, mij gaat dat niet overkomen, dus ik ga iets anders doen. Ja. Maar hoe ben je dan uiteindelijk in Spanje terechtgekomen? Ja, dat is heel toevallig zo'n beetje nog wel. Via kennis ben ik in contact gekomen met Marleen de Veit, als zaakvoerder in België van Azul. Azul is gespecialiseerd in het Spaans vastgoed. Ja, en dat klikte meteen. En dan ben ik ook met de hulp een klein beetje van mijn echtgenote Els mensen gaan begeleiden, dus informeren vanuit België. En Marleen, die had mij al een paar keer gevraagd van zou je toch niet ook de verkoop willen doen in Spanje? Ik heb dat eerst nog wat afgehouden. Ik had het eigenlijk toch nog wel best naar mijn zin als bedrijfsarts. Maar twee jaar geleden vroeg ze mij nogmaals een keer. Je zei ja, je zou dat wel zeker goed doen. En ja, dan ben ik een beetje gesmolten voor het beroep of de job van de verkoper of vooral de begeleider. Want wij begeleiden eigenlijk vooral mensen naar een koop toe in Spanje. Dus. Ja, en dan dat onder de zon. Het is een bloeiende sector tegenwoordig, wil zowat elke Belg een huis of appartement in Spanje. Waarom, Geert, is het nu een goede investering om vastgoed daar te kopen? Zoals onze zaakvoerster Marleen ook zegt, als investering moet je het niet zo echt direct zien. Het is eigenlijk een beetje een mix. Je kan het natuurlijk verhuren, maar het is ook voor het eigen gebruik vooral. Hè. En dus de combinatie van de twee, dat is het ideale. Want als je het puur als investering bekijkt, dan moet ik eerlijk zeggen, dan is het, en het zegt onze zaakvoerster ook, dan is het soms beter van iets in België aan te kopen. Maar het is een vakantiebestemming, hè? Maar het is een vakantiebestemming, dus het is genieten van de zon, van het klimaat eigenlijk, van het lekkere eten daar ook. Het is ook heel goedkoop vertoeven, als je vergelijkt met onze Belgische kust. Mm-hmm. En ja, als je dan nog een beetje de kosten kan uithalen, met wat verhuur, ja, de bank, het geld op de bank brengt ook niks meer op. Dus ja, dan is de rekening soms wel goed gemaakt voor een aantal mensen. En ja, dan is het inderdaad wel een goede keuze om iets in Spanje te kopen. En zeker ten opzichte van de andere landen rondom daar. En wat is nu voor jou het grootste verschil met je leven in België als dokter? De zon, uiteraard. Ja, de zon, de relaxte levensstijl. Hè. Dat is toch een heel andere sfeer hier in Spanje. Ja, het overvalt je meteen eigenlijk. Ja, ik weet ook niet goed uit te leggen
zo echt ja, maar ik maar, weet het wel, want ja, ik ben er ook regelmatig, hè. Ja. Ik begrijp het, ja. Dus ja, je voelt dat meteen. Het ja, is een heel andere levensstijl en natuurlijk het klimaat. Dat is uiteraard ook nog dat maakt heel erg, heel erg meegenomen. Ja. Je vertelde me wel aan de telefoon dat je vrouw het iets moeilijker had, hè, om België voorgoed te verlaten. Ja, die heeft het iets moeilijker natuurlijk. We hebben ook onze dochter en mijn moeder en kleinkind vooral. Dat missen we natuurlijk wel. Maar met de sociale media van tegenwoordig ja, valt dat toch ook wel beter mee dan misschien 20, 30 jaar geleden. Ja. En we komen regelmatig wel eens een keer naar België, ook naar beurzen, ook sowieso een keer naar de familie. Dus uiteindelijk, ja, we zien de familie toch wel en de kennissen en toch nog wel regelmatig terug. Weet je wat, Geert? Terug. Het was vanmorgen weer zo'n file dat ik soms denk dat je met het vliegtuig vanuit Spanje bijna sneller bent dan wanneer je hier onderweg bent. Nee. Ja. Ja, dat klopt. En telkens als ik in België kom, ja, dat is nog een van die redenen. Die files, ja, dat is echt hier, ja, notedom. Dus dat zie je hier gewoon helemaal niet. Ja, zalig leven is het, hè. En ik wens jullie daar ongelooflijk fantastische jaren nog toe. Een geweldige verkoop natuurlijk ook in 2018. Ja, jullie hebben ook een website en een Facebookpagina, denk ik, waar mensen die misschien interesse hebben meer info kunnen vinden, hè? Ja, absoluut. Mensen kunnen op onze website gaan zien en dat is www.azoo.be. Azoo met dubbele L. Yep. En dan mogen ze mij ook altijd contacteren op geert@azoo.info. Dus dat zijn zo'n beetje de gegevens waar mensen terecht kunnen eigenlijk. En ja, ze zijn uiteraard welkom, want wij proberen toch ja, mensen goed te begeleiden. Onze leuzen is een beetje veilig, want met een goed gevoel. Ja. Dat is heel belangrijk. Goede begeleiding is belangrijk, want je zit uiteindelijk toch in een ander land. Hè? Hey, opgestaan met de zon trouwens vandaag? Dat was iets minder dan de vorige dagen, toch wel, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik ga er niet flauw over doen. Maar de vorige weken is het fantastisch weer geweest. De vorige maanden is het fantastisch weer geweest. We hebben zelfs een week geleden tussen de 25 graden gehad. Dus ik mag zeker niet klagen. Het is daar ofwel zomer ofwel lente, hè? Fantastisch. Heel erg bedankt. Absoluut. En we zien elkaar nog wel eens in Spanje, zeker, hè? Absoluut. Je bent hartelijk welkom hier en ook de luisteraars. Ja, dank u wel.